Ja, eigenlijk weet je het. Heel gek. Dat was voor mij zo duidelijk, dat signaal. Ik had het gelezen eens in een artikel dat die één arm dan, want we lopen best vaak in het Delftse hout, en dat dat zomaar blijft hangen. En ik had het ook van iemand gehoord, die heeft ook Parkinson. Dus toen zijn we eigenlijk daarna naar de dokter gegaan. Die dacht, dit is niet goed. En daarna zei de dokter, nou dan laten we gauw even een diagnose maken. Maar nee, nu gaan we heel erg samen merken van niet meer op vakantie, niet meer fietsen, geen auto rijden. Ja, dat zijn toch wel dingen, voor hem ook, word je erg afhankelijk, hè? En we proberen zoveel mogelijk ook te lopen, dus we wandelen. Maar voorheen was dat, konden we eigenlijk nou, ruim een uur zeker lopen. Daarom, we moeten ook echt. En we doen iedere morgen ook mee met de gymnastiek op de tv. En hij gaat dus 's maandags, 's morgens altijd naar de Parkinson gymnastiek. We kunnen meer, denk ik. Waar we dus het meest tegenaan lopen, dat is dus het vriezing wat hij heeft. En dat is ook het opstarten vanaf een stoel om te gaan lopen. Dan wil Kees lopen, maar het gaat niet. Hij staat gewoon vast met zijn voeten op de grond. En dan gaat hij schuifelen. Hij is ook in huis ook al 3 keer gevallen, hoor. Dat hij wil en dat hij dan zijn evenwicht verliest en dan ligt hij. Ja, hij heeft al angst dat hij het niet zal kunnen. Kees begint al bij voorbaat van, dat lukt waarschijnlijk niet. Dat is ook het ergste wat, dat je het wil en je kan het niet. Dat is zo frustrerend. Ik dacht wel, toen we Lea zagen bij het Parkinson Café, dacht ik, jeetje, zou dat kunnen? En kan dat boven in ons flatje, hè? 3 kamers. Maar ik moet zeggen, dat is vrij ruim toch nog wel, hoor. Dat valt wel mee. We hebben nu ook een klein dingetje staan. Maar ja, het ziet er geweldig mooi uit. En ik hoop dat mijn man het ook kan. Dat dacht ik wel. Ja, ik denk wel dat met Lea in huis, dat hij vrij is. En nu moet ik ook altijd, als ik echt een dag weg ben, dat kan dus eigenlijk niet. Want als hij dan een vriezing krijgt en hij staat vast, ja, dan duurt het heel lang eer dat het over is. Oh, hij gaat inparkeren. Kijk eens, kijk eens. Maar al zullen we het in huis maar heerlijk en in de omgeving, hè? Even naar het winkelcentrum. En dat is op zich ook al fijn. Kan hij gewoon alleen ook even de boodschap doen. Oh, ik vond het een veilig gevoel. Hij reageert precies. En de opstarten ging ook wel. Ja, het is een veilig gevoel dat je weet dat het ding niet weg kan. Het is bij een rollator wel anders, hè. Hier lukt dat wonderbaarlijk goed.